Echt, ik ben onderweg naar een fotoshoot voor 010 Kleding. Dus ik heb een beetje entourage meegenomen. What? Entourage meegenomen. Okay! Op mijn kleine moet wel gelet worden. Dus, maar we gaan het zo zien, man. Ik ben onderweg, ik ben er bijna. Die gozer van die shoot zelf is er ook al. Ik ben weer te laat, zoals gewoonlijk. We zien het, cameraman is aanwezig. Modellen zijn aanwezig. Ik ben ook een soort van model, maar net niet. Een paar kilootjes te veel. Voor 010 Kleding, jullie zien het. Oh ja, doen we eerst die dan? Lekker. En jullie zien het. Ik heb even hier pauze. Mooie foto's dus hoor, geen geintjes. Wat zit je mij nou te achtervolgen jij joh? Doe nou van normaal joh. Nick is gewoon zelf nu even model aan het spelen hoor. Geen geintjes hé. Hey. Ja man, ja, het is klaar. Het is koud man. Zo. We gaan er van tussen. Yes, yes, Killy Camp time en het is klassieker time ook. Hey mensen, ik heb er zin in hoor. Hey. Ik heb er zin in. Ik ben net klaar met werken. En ik ga nu naar huis. Douchen, me klaarmaken, weet je. Yes, jullie zien het, fresh to death, weet je. Mijn gel was op, dus die moet ik morgen even halen. Ja, ik ga lekker naar de Kuip toe zo. Ik ga eerst even naar de Laan. Het is nu 5:30, dus we gaan het meemaken mensen. Zo, ik hoop echt, kijk, ik ga er niet vanuit dat we weer 6-2 winnen, weet je. Maar hey, ik hoop wel echt dat we die gasten wel weer even op hun donder geven. We zullen het meemaken, we gaan het zien. Ik ben in ieder geval onderweg. Jullie zien het, we zijn hier met de gang. Bij Johnson. Lekker. Heel die fles. Moet je kijken. Yo. Wie zijn ze dan? Lekker! Lekker! We zien het, we zijn dus toch onderweg. We gaan even snel langs Varkenoord. Gaan even daar, even snel chillen. Ik ben met Jeffo. Ja, ja, zeker. Oh, verschrikkelijk. Je heet het. Geen geintjes. Je bent kou of je bent gek? In Overschiet. Ja. Jullie zien het, fully undercover op de Scooby. No face, no case. Moet je kijken. Niet te filmen hoe mooi dit is. Kijk, ik wil het zo aanleggen, faculteit aan, rookbommetje. Ik zie het. Ja, ja. Jullie zien het, Greg. Rest in peace. Ja, man. Rest in peace. Rest in peace. Ja, man. Lekker. Maar, Offa, wat ben je komen doen? Rest in peace. Die man staat op dubbel H. Die man staat op WE. Kant van Oranje Zijde. Hé, hey, maar luister dan. Oké, ja. Greg heb dubbel H. Kijk, dubbel H. Maar ik ga zo meteen chillen met Dilly. Nee. Kijk, maar ik ben een echte man, je weet toch? Kijk, ik heb hier een fijn ass cognac. Ik ga gewoon aan hem geven. Ja, ik kan die gewoon een beetje chillen daar. Proost, hè? Lobby, pa. Ik heb niet. Hoe kan die spitty op je kin zijn? Hoe kan dat nou? Of je baarscheren? We gaan het gelijk weer kappen. Ik zie jullie zo meteen. Hé, dikke Porsche. Ja hoor. Geef even een beetje gas, joh. Vroom, vroom, vroom. Value parking. Mijn fire, Lord. Oh, in de Kuip wordt weggescoord. Ja! Mopi! No, sorry! Alleen met uw verenigde vraag. We zullen ze laten beven. We zullen wat beleven. Fire, Lord. Zelfs nu nog. Voor Westbrook. De enigste club, Marty! Nee. Laat even zien wat onder die doos zat. Laat even zien. Nee. Oh, dat ken u niet meer. Nee toch.
We gaan roken vandaag. Voor mijn mannetjes hier, hè. Vroemoe. We gaan roken met z'n allen. Lekker. Kijk, en deze. Wacht niet, als we voorkomen, rook ik ook. Oké. Ik wil wel lekker rijden. Hoi, Tor. We zijn er gewoon, jullie zien het, we zijn er gewoon. Chaos! Ik zeg jullie eerlijk, jullie hebben net iets gemist. Ik heb het gemist om te vloggen. Nu werk in de kuip. Dit is niet normaal, dit is een enkele staat die echt. Ze hebben die gameplay veranderd. Bijna 1-0, homo. Hey, je moest die echt planten, hoor. Man, bijna weer. Hey, Chris. Hey, bijna, man. Hey, mooi, hè? Hij legt hem mooi terug, jongens. Kom film, laat me filmen. 1-0 voor rust. 1-0 voor rust, zo mooi zien. 5 minutes later. Ja, toch? Ja. 1-0 achter. Het was niet gek laten maken, snap je wat ik bedoel? We gaan gewoon lekker van een legioen zo. En dan gaan we weer lekker op het vak. En dan gaan we gewoon voor die 1-1, 2-1. Die snap je toch? Lekker man. Fuck the other side. Dit is mijn maat voor W1, hè? Maatjes! Zo, jij hebt een partij kaart in je handen, jij! Hey. Privacygevoelig, hè? Ja, man, jullie hey, vlug, staan op! Privacygevoelig! Ik heb die 2-0 niet eens gezien. Normaal. Fuck op. Dat was gewoon laat. Hij zegt, hij weet gewoon, ja. Ik heb het helemaal niet gezien en de doel is hier gevallen. En die Tori was net vroeg in de tweede helft gevallen. Nee, maar toen was het maar hij was er al, hij was er al. Ja, man, echt ellende, hoor. Zo, kut, zo is het. Dus ik was gewoon onderweg, hoe ik net binnen ben gekomen waarschijnlijk, is het doelpunt gevallen. Ik heb het helemaal niet gezien, niet meegekregen, niks. Helaas. Ja, 2-2 zou echt mooi zijn. Als we dat doen, dan is goed. Kijk, als die nu scoort, Ah. Ik kan draaien, want John Cotapata Fradici gewoon even rustig. Even John kan draaien? Flexie zo. Zo, 3-0 achter, 3-0. Snap je? Het is fucked up. 3-0 achter KVB beker. We hadden het allemaal liever andersom gezien, weet je. 3 weken geleden winnen of verliezen en dan nu winnen. Maar ja, het is wat het is, weet je. Fuck that shit. Ze hebben gewonnen, hoogstwaarschijnlijk, zeer zeker. Klaar, man. Het is het leven van een Feyenoord. Ja, toch. Ja, 100%. 100%. Ja, man. Maar we zijn sowieso Feyenoord till we die. Ja, man. Skut, hè? Ja, skut. Yes, yes, mensen. Het is matchday tegen FCM. Zoals jullie zien, ben ik op de laan. Nee, hè? Het is niet echt druk, overal en nergens, maar... Ga zo meteen lekker naar de kuip toe. Hey! Amande?
Deze zag ik niet aankomen. Hè? Nee, man. Hè? Ja, man. Maar hoezo niet? Nee, man, deze zag ik niet aankomen. Maar jij weet waarom ik hem niet zag aankomen. Dat weet jij. Dat, laten we dat in het midden laten. Kiwaskora. Ja? Nee? Man, even een lach op zijn bek, jongens. Zo! Je dag kan niet stuk, hè, vandaag. Hey, joh, man. Wat mooi DC, jongen. Oké, ja, man, we zijn in de Kuip. We gaan lekker nou gewoon blijven supporten, weet je. Hey, toch? Fine till we die. No. For life. No. Huh? Till I die. Hey, Yves. Lekker hoor, Yves is er ook. Ja, man. Zo, is wel Fidet hier, hè? Fidet. Jongen, jongens, leegte. Jongen, jongen. Hey, clean and clean. Hey, hoe is het, Pik? Rustig. Het is een beetje leeg, hè? Jongen, jongens. Ja, ja, 1-0 is erin. Ik heb vandaag gezegd. Bij Feyenoord, Fanatics, voorspellingen, 3-0, eerste doelpunt door Van Persie. En ja man, eerste doelpunt is ook door Van Persie nog 2 te gaan. Ja, lekker! Joris Delle. Oké, okay, mensen, ik kende hem niet. Joris Delle. Delle, hè? Is in het maar doel. Wat weet je wel van Feyenoord? Dat ik een Feyenoorder ben, man. Voor life. Dat ik hier elke zondag als ik thuis ben hier sta. Ik ook. Oké. Okay. 2-0 van Persie, mooie doelpunt, hoor. Lekker man, heerlijk. Ik zat wel in mijn twijfel. Ik dacht even naar buiten gaan. Ik weet niet of het uitgaan. Ja, oké, lekker hoor, 3-0. Robin van Persie scoort er gewoon 3. Hoe is het? Geen geintjes. Ja, draai die ding snel. Het staat 3-0, ik had dus tot nu toe gelijk. Maar we hebben nog genoeg tijd man, en kijk. Balletje hoor. Ja, snap je? Ik denk dat er nog wel een doelpunt aan zit te komen. Berghuis is nu achter de bal. Let's go! Doe het dan nou! Wat klaar die man zo uit zijn nieuws. Yes! Oh! Oh! Doe het dan nou! Doe het dan nou! Doe het dan nou! Hey, niet normaal! Wat? Hey, die was niet normaal hoor! Die was niet normaal! Hij was boos! Zo, ja man. Doe dan ook even te... Doe dan ook. Ja man, doe dan ook. Hashtag doe dan ook man.